alleen al op dit eiland werden geloof ik 280 rietorchissen geteld dit jaar. En ooit dat we begonnen waren het er een handjevol. Alleen al daarom zou je dit moeten blijven doen. We starten 's morgens in de werkschuur. We varen naar een perceel toe. Met de werkgroep maaien we van tevoren, omdat eerder deden we dat niet. Maar vanwege veiligheid doen we dat nu van tevoren. En leggen we het feitelijk het maaisel klaar, zodat het met de werkgroep opgeruimd kan worden. Het maaien en het opruimen, dat doen we om de vegetatie te verschralen. En om de biodiversiteit omhoog te brengen. Op het moment dat ik met pensioen ging met 65, toen zei ik van nou, ik wil nu wel weer vrijwilligerswerk gaan doen. En nou ja, langzamerhand is die werkgroep is gegroeid tot hetgene wat nu is, een man of 20. De Eilandspolder of het gebied zeg maar, wat we nu Eilandspolder noemen, als in het blijft droogmalen gaat het nog verder zakken en komt het uiteindelijk onder water te staan. Eigenlijk zou ik willen dat veel meer mensen daar de bekendheid zou gegeven worden zeg maar, aan het Natura 2000 gebied. Het is best gezellig met zo'n groep, maar je hebt ook de gelegenheid met zo'n groep om gewoon je af te zonderen van zo'n groep en gewoon zelf alleen aan het werk te zijn. Alleen in de natuur is, ja, dat voelt goed.